Ik heet hem van harte welkom. Hier is Erik van Hetzelfde. Ik vroeg me af, welk advies geeft u de toekomstige leraren? Geniet zoveel mogelijk als je voor de klas staat, want je bent echt van enorme waarde. Jullie zijn zo cruciaal voor de samenleving. En wat is uw visie op mobiele telefoons in het onderwijs? Er is voldoende neurologisch onderzoek dat bewijst dat een mobiel niet op een school hoort. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je altijd zo'n vleermuis die roept, ja maar Kahoot. Waarom is er een docententekort? Je kunt niet 20 jaar of 30 jaar tekort hebben. We zijn het 60 rijkste land ter wereld. Dit hadden we echt kunnen oplossen. Ik zie wel wie de dupe is van jarenlang neoliberaal beleid. Dat is de onderklasse. Ik vind het geniaal dat de studenten in de gelegenheid worden gesteld om sprekers uit te nodigen. Om een avond te organiseren voor medestudenten. En om met elkaar een andere visie of een andere denkrichting te krijgen van zo'n gast die dan langskomt. En dat ze daarna ook nog vragen mogen stellen op zijn expertise. Nee, dit is erg belangrijk. Dit is ook leren. De leerlingen met het vreselijkste gedrag zijn eigenlijk de leerlingen die het meeste liefde nodig hebben. Ik vond het heel erg gaaf. De locatie is fantastisch, het gebouw is indrukwekkend, het publiek was supergezellig en slim. En ik heb hele fijne vragen gehad en ook wel vragen gehad die me even op het randje van mijn stoel brachten. Maar dat is eigenlijk ook wel de taak van de student om af en toe zo vragen tussen te knallen. Nee, ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad, joh. Volgende keer kan je weer bellen. APPLAUS.